Het is Vitesse tegen Jong Ajax, maar het is bovenal de Airborne wedstrijd. 80 jaar geleden, de Slag om Arnhem. En voor de 18e keer wordt dat herdacht rond de wedstrijd van Vitesse. Met speciale Airborne tenue voor de thuisploeg. Het is een traditie intussen, een prachtige traditie in Arnhem. Om op deze wijze de helden van 80 jaar geleden te herdenken, te eren. Visser kiest positie voor het doel. Er is ondersteuning. Mag het over Visser heen. Daar is de rechter. Moet hij erin, maar gaat hij er niet in. Hij leek nog precies goed te vallen. Krijgt Cornelis hem op zijn hak, maar krijgt hij ook net zijn voet niet goed tegen de bal. Visser kan hem niet winnen van Verschuren. Visser nu dus weer de voorkeur krijgt boven Van Duivenbo. Dit was goed geopend door Cornelissen. Jonathans. Schotje van Jonathans. Geen probleem voor Setford. Brandes. Gepikt door Verschuren. Faberski. Lekker die bal erin gelegd. Aannemen en uithalen. Dat aannemen is gelukt en het uithalen lukt ook nog. Linsson. Op het moment dat het duel eigenlijk al verloren lijkt, scoort hij toch nog. Vandaag dus bij Jong Ajax en niet bij het eerste om weer wat minuten te maken. In de basis te kunnen staan. De paas goed, de aanname is dat ook. Maar ja, hier mag hij er toch eigenlijk nooit meer in, nooit meer langs. Dat is slap verdedigen. Het applaus is er omdat de klok 1944 aangaf. 80 jaar geleden. De Slag om Arnhem. Schot. Zo! Dat kan ook! Uit het niets scoort Vitesse. En dat is lekker voor hem, want om te zeggen dat hij een absolute bloedvorm is en dat het ene na het andere allemaal bij hem lukt. Nee. Maar dit lukt wel bij Andy Visser. Randje buitenspel voor Faberski, maar de vlag blijft omlaag. Rijkoff is voor het doel. Faberski kan het ook zelf. Krijgt hem alleen niet ver genoeg in een hoek. Linsson krijgt hem niet, wel richting doel, maar niet echt richting doel. Hoekwoe. Konadou uit de kluts. Rijkoff. Ja, Linsson. En Rijkoff. Het is 2-1 voor Jong Ajax. Weer een beetje een vrommel doelpunt. Maar nu heeft ook hij zijn doelpunt te pakken. Het is bizar. Ik denk dat we misschien 4 kansen hebben gezien in deze wedstrijd. Maar wel al 3 doelpunten nu. Het is doorzetten van Jong Ajax. Maar het is ook alles behalve adequaat ingrijpen achterin bij Vitesse. Al bij de tweede paal. Jonathans vangt op. Schot van Jonathans. Denk van Setford goed genoeg. Putner ligt, voordeel gegeven, want Vitesse kan door. De eerste helft zit er bijna op. Jonathans. Tsingaras. Niet lekker lichaam uit te kunnen halen. Butner. De recht. Oh, ongelukkige aanraking van Linsson. Tsingaras schiet dan hoog over. Vitesse gaat wisselen. Daar gaat Yegoyan in de ploeg komen. Butner probeert het in één keer. Bijna een echt grote kopkans daar voor Konadou. Dat lukt uiteindelijk net niet. De counterkans is zeer groot. Maar dat zijn er 4 van Vitesse. Het is nu 3-2. Hoe spelen ze dit uit? Voorlopig de bal naar Egbering. Die moet hem dan voorgeven of zelf. Hij probeert het zelf, maar scoort niet.
De Recht. Yegoyan, handig. En ook maar zelf schieten, Yegoyan. Sipfert, niet heel overtuigend hier. Jonathans. De Recht. Nu een goede voorzet. Nee, maar hij kan alsnog. Nee, hij gaat er alleen niet in. Het kon wel via Visser nog. Maar met Zetford eigenlijk al geklopt, zo leek het. Toch geen 2-2. En de kopbal zit erin. Prachtig gedaan, hoor. En het is de invaller die het doet. Irakli Yegoyan. Het zijn frommeldoelpunten bij Jong Ajax. Het zijn zeer fraaie bij Vitesse. Jonathans. Krekels bij zich, maar... wil vaak zelf de actie maken. De voorzet geven, dat doet hij hier goed. Schot, daarna is weer Zetford. Ja, niet alles in één keer, maar uiteindelijk heeft hij hem. Schwerak legt neer. Makkelijk voor Bramel. Dit is geen buitenspel, Boudelje. De controle, het schot. Maar het wordt goed geblokt. Goedelje. En daar is serieuze kans. Dat wordt al net geblokt door Bouwman. Kopballetje wordt gepakt door Zetford. En dan is het echt afgelopen en eindigt Vitesse Jong Ajax in 2-2. Terecht applaus, het jonge Vitesse tegen het hele jonge Ajax. Een vermakelijke wedstrijd. Vitesse hard gewerkt, prima gevoetbald. Het meeste aanspraak gemaakt op 3 punten. Maar dat zal het moeten doen met 1.